Nederlands meisje is opgedoken bij de Colombiaanse guerrillabeweging de FARC. Het is gewoon een terroristen. Niet meer en niet minder dan dat. Do you see yourself as a terrorist? No, of course not. When I joined the FARC, I wanted the world to change. I wanted the world to be a little bit more equal, a little bit more fair. De Colombiaanse krant Al Tiempo publiceerde onderdelen van het dagboek van Eileen, haar schuilnaam bij de FARC. Haar echte naam is Tanja Nijmeijer en ze komt uit Denenkamp. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo llegó a la fila de la FARC? You are CIA agents. No. Should I have done something else? Would my life have been more worthy if I hadn't joined the FARC? Is uit dagboekfragmenten gebleken dat Tanja Nijmeijer eigenlijk wel genoeg heeft van de FARC. Het is nog steeds ongewis waar Tanja Nijmeijer op dit moment is. Mogelijk in de jungle van Colombia op de vlucht. Cada vez que había un bombardeo, ella venía a mi cabeza. I came to realize that it's time to make peace. It's time to make peace. I thought I came to an interview, not yeah, to a question. Trial.